Tour 4, deel 2. Tour 4. Haak 4 lossen. 1, 2, 3, 4. Draai het werk. Dan gaan we 1 V-steek meer erin het begin. Dus in het stokje haak je nog een stokje bij. We hebben de eerste V-steek. En dan gaan we de herhaling doen. 1 lossen en de V-steek in de V-steek. Stokje, lossen, stokje. Eén lossen. V-steek in de volgende V-steek. Stokje, lossen, stokje. Lossen en V-steek in de volgende V-steek. Dus de herhaling is lossen, V-steek in de volgende V-steek. Dus een stokje, lossen en een stokje. Dat ga je herhalen en dat zie je aan het einde terug. Ik heb de toer zover afgemaakt, dan gaan we de toer afsluiten. 1 lossen, stokje in de V-steek. 1 lossen en een stokje op de derde lossen. Hier dus geen meerdering maken. Toer 5. 4 lossen. 1, 2, 3, 4. Als eerste stokje werk draaien. Op het eerste stokje nog een stokje erbij. Dus heb je de tweede V-steek gecreëerd. 1 lossen. V-steek in de V-steek. Stokje. Opnieuw. Stokje. Lossen. Stokje. En dan ga je verder met de herhaling. 1 lossen. V-steek in de volgende steek. Stokje lossen, stokje. Herhaling lossen. V-steek in de volgende V-steek. We blijven je herhalen tot einde toer en dan gaan we samen deze toer afsluiten. Ik ben aan het eind gekomen. Ik ga het samen met jullie afsluiten. We gaan dan een stokje in de V-steek haken. 1 lossen en een stokje in de derde los waarmee je gestapt bent. Dan heb je hier ook een steek erbij gekregen, een V-steek. Dan gaan we door aan toer 6. Toer 6 is bijna gelijk als toer 5 en 4 en 3, alleen ietsjes anders omdat we een kettingje van lossen met een vaste ertussen gaan creëren. Ik begin als eerst met 3 lossen. Plus eentje is de vierde. En direct in de losse ruimte het stokje maken. En we hebben de eerste V-steek gehad. 1 losse. V-steek in de volgende steek. Nu gaan we de herhaling starten. 3 losse. 1, 2, 3. En een vaste in de V-steek. 3 lossen, 1, 2, 3 en V-steek in de V-steek. Een losse en een V-steek in de V-steek. Dat is de herhaling, die ga je doen. En dan zien we terug aan het einde van de toer. Gaan we samen de toer afsluiten. Oké, ik ben aan het einde gekomen. Wat je nou kan doen is de V-steek volledig in de V-steek haken. Of net als de voorgaande toer aan het einde. Dus een stokje erin en een stokje op in de derde losse. Dat ga ik dus doen. Ik heb al 1 losse gehaakt. Dan ga ik in de V-steek haken, stokje lossen. En dan haak ik op de 1, 2, derde lus nog een stokje. Krijg je toch net even een mooier geheel hier. Goed, gaan we door naar toer nummer 7. 1, 2, 3, 4 lossen en werk draaien. Stokje in de losse ruimte. Heb je eerste V-steek gehad. 1 lossen, V-steek in de losse ruimte. In de V-steek. Stokje, lossen en een stokje. Heb je 2 V'tjes op een rij. Nu gaan we gelijk beginnen met de herhaling. Haak 3 lossen.
1, 2, 3. Dan spring je over naar de eerstvolgende veesteek en daar haak je een veesteek in. Stokje lossen. Stokje. 1 lossen. En in de volgende veesteek een veesteek. Stokje lossen. Stokje. Dus dat is de herhaling. Nog een keertje. 3 lossen. 1, 2, 3. Spring je over naar de eerstvolgende veesteek. Daar haak je een veesteek in. Stokje. Lossen. Stokje. Gevolgd door een losse. En in de volgende veesteek ook een veesteek. Dus een stokje, een losse en een stokje. Dat ga je herhalen tot einde toer. En dan zie je me daar weer terug. We zijn bijna klaar met toer 7. Hier moet de laatste veesteek in. Ik heb de losse al gehaakt. Dan ga ik weer een stokje in de losse ruimte haken. 1 losse en dan zoek de derde lus op. 1, 2, 3 en daar haak ik het laatste stokje in. Dan is toer 7 klaar. En dan gaan we naar toer 8. Haak 4 losse. 1, 2, 3, 4. Dan staat er voor een stokje en een losse. En dan haak je weer een stokje in dezelfde ruimte erbij. Een losse, een veesteek in de veesteek. En nu gaan we starten met de herhaling van toer 8. Dat is haak 3 losse. Een vaste in de ketting. Drie lossen. En een veesteek in de veesteek. Lossen. En een veesteek in de veesteek. Dat is de herhaling voor deze toer. Dus drie lossen. 1, 2, 3. Een vaste in de ketting van 3 lossen. 3 lossen. Een veesteek in de veesteek van de voorgaande toer. 1 lossen. En een veesteek in de volgende veesteek van de voorgaande toer. Dat ga je herhalen tot einde toer en dan gaan we samen de toer afsluiten. Ik moet nog de laatste veesteek doen. Ik heb mijn losse al gehaakt. Dan ga ik weer in de losse ruimte een stokje maken. 1 losse en het laatste stokje in de derde losse van waar ik mee gestart ben in de voorgaande toer. Dan is toer 9 klaar. Dan gaan we naar toer nummer 10. Haak 4 losse. 1, 2, 3, 4. Dat is 3 losse voor het stokje. Plus 1 losse voor de losse ruimte. Stokje in de ruimte erbij. 1 losse in de veesteek. Weer een veesteek. En dan gaan we starten aan de herhaling. 3 lossen. 1, 2, 3. Dan ga je over naar de eerstvolgende veesteek en daar maak je een veesteek in. Stokje lossen, stokje. 1 lossen. Naar de volgende veesteek ook weer een veesteek in. Dus dat is de herhaling. Dus 3 lossen. 1, 2, 3. Veesteek in de eerstvolgende veesteek. Lossen en een veesteek in de volgende veesteek. Dat ga je herhalen tot einde toer en we gaan samen de toer weer afsluiten. Ik ben aan het einde van de toer. Ik heb de losse al gemaakt. Dan gaan we weer in de losse ruimte een stokje maken. 1 losse en in de derde lus van de start van de voorgaande toer haak het tweede deel van de veesteek. Dan is deze toer klaar. Dus toer 9.
9. Dan gaan we toer 10 starten, stadje weer hetzelfde, dus 4 lossen. 3, 4 staat voor het stokje plus een losse in de losse ruimte. Voor de losse ruimte, sorry. En in die losse ruimte haak je een stokje. 1 losse, V-steek in de V-steek. Stokje, losse, stokje. En dan gaan we weer starten met de herhaling. 3 losse, 1, 2, 3. Een vaste om de boog heen of in de tweede losse, wat jouw voorkeur betreft. 3 losse en een V-steek in de V-steek. 1 losse, stokje, bijvoorbeeld nog een losse. En weer een V-steek in de volgende V-steek. Dus dit is de herhaling. Gaan we het nog een keer doen. 3 lossen. 1, 2, 3. Dan kan je kiezen voor in de tweede lus te haken of er gewoon omheen. Ik haak er gewoon omheen met een vaste. 3 lossen. V-steek in de V-steek. Dus een stokje, een losse en een stokje. Gevolgd door een losse. En een V-steek in de volgende V-steek. Het ga je herhalen tot einde toer. En dan gaan we samen de toer weer afsluiten. Zo, ik heb mijn laatste losse gemaakt. En dan gaan we hier afsluiten. Dus dan haken we nog een stokje in de losse ruimte. 1 losse. En een stokje in de derde losse. 1, 2, 3. Hier. En is deze toer klaar. Toer 11, deel 2. We starten met 4 lossen. 1, 2, 3, 4. Als stokje plus een losse. En dan. Stokje in dezelfde steek erbij. Dus hier in de losse ruimte haak je nog een stokje erbij. Dan hebben we de eerste V-steek gemaakt. Dan 3 lossen. 1, 2, 3. Dat begint trouwens tevens de herhaling. 1 V-steek. In de volgende V-steek. Hier. Daar hebben we een V-steek in. Stokje, losse en een stokje. Ga je 44 keer herhalen. Dus 3 losse en een V-steek in de volgende V-steek. Stokje, losse en een stokje. En weer 3 losse. 1, 2, 3. En weer een V-steek in de volgende V-steek. Stokje lossen. En nog een stokje. Dus dat ga je nu nog 42 keer herhalen. Want je hebt al 2 keer herhaald. En dan zie je mij aan het einde. Ik heb 43 keer de herhaling gedaan. Dan gaan we samen nummer 44 doen. 1, 2, 3 lossen. En V-steek in de laatste. Een stokje los en een stokje. Goed, ik haak hem weer in die derde losse. Als jij hem gewoon in de ruimte wil haken, mag dat natuurlijk ook. Dan heb ik dus de herhaling 44 keer herhaald. En dan kom je precies op de rand uit. Dus toer 11, deel 2 is klaar. Dan gaan we naar toer 12, deel 2. Dus gaan we weer beginnen. Haak 4 lossen. 1, 2, 3, 4. Voor het eerste stokje plus de losse. Dan een stokje in dezelfde ruimte. Dus hier in de losse ruimte haak je een stokje. Dan staat tussen de haakjes in. Haak 1 los. Haak 1 V-steek in de tweede los van de ketting van 3 lossen. Dus hier. In de middelste van de 3 haak je dus een V-steek. Hier. Stokje, losse. En een stokje. Dan haak 1 losse en haak 1 V-steek in de V-steek. Stokje, losse en een stokje. Dus dat is de herhaling. Voor 44 keer ga jij 1 losse haakje, een V-steek in de tweede los van de ketting van 3. 1 losse en een V-steek in de V-steek. Dus 1 losse. Dan ga je naar de middelste lus van de 3 los hier. Dus 1, 2 en daarin haak jij een V-steek. Dus een stokje,
een losse en een stokje. Eén losse en een V-steek in de V-steek. Dat is de eerste herhaling. En dat ga je nog eens 43 keer doen. Dan zie je mij aan het einde weer terug. Ik moet nog de laatste herhaling doen. Dus één losse in de tweede losse van de drie. Een V-steek, stokje, losse, stokje. Eén losse en een V-steek in de laatste V-steek. Dus stokje, losse. Ik geef de voorkeur naar een stokje te haken in de derde losse. Je mag hem ook gewoon in de ruimte haken. Dan is toer 12 klaar en gaan we starten aan toer 13. Toer 13. Haak 4 lossen. 1, 2, 3, 4. Dat staat hier voor een stokje plus een losse. Nou, draai het werkbord om. Stokje in dezelfde steek. Hebben de V-steek gemaakt. Haak 1 losse. Haak een V-steek in de volgende V-steek. Dus gewoon in het hart van de V-steek haak je de V-steek. Nu 89 keer herhalen. Dus 1 losse, V-steek in de volgende V-steek. Dat is de herhaling. En dat herhaal je nu nog 88 keer. En we gaan samen de toer weer afsluiten. Zoals gewoonlijk maken we de toer weer samen af. Dus we moeten één V-steek halen, dus één herhaling. Dus één losse en een V-steek in de laatste steek. Dus stokje, losse en dan stokje in de ruimte. Of zoals ik doe in de derde losse. En is toer 13 klaar en dan gaan we starten aan toer 14. Haak 2 lossen. En gaan we weer clusteren, allemaal clusters maken. 2 lossen staat voor het eerste onafgehaakte stokje. Dan nog 2 onafgehaakte stokjes in dezelfde steek. Of om de losse ruimte heen. Dus of je haakt hem daar, of je haakt hem daar. Moet je zelf even bepalen wat je prettig vindt. Ik haak gewoon in de losse ruimte, dus 1 en 2. Dat zijn 3 lussen op de naald. Omslaan en doorhalen. Dat is je eerste cluster. Nu, haak 2 lossen. 1, 2. Haak 1 cluster in de volgende V-steek voorgaande toer. Dat is dus hier. Dus, draad omslaan in de V-steek. Draad ophalen, omslaan, doorhalen. Draad omslaan, terug in de V-steek. Draad ophalen, omslaan en doorhalen. Dat is nummer 2. Nog een keer, draad omslaan in de V-steek. Draad ophalen. Draad omslaan en doorhalen. Dat zijn 3 onafgehaakte stokjes. Dat zijn 4 lussen op de naald. Draad omslaan en doorhalen. 1, 2 lossen. Naar de V-steek. En weer een cluster haken. Nou, zo ga je dus door. 2. En nummer 3. Omslaan en doorhalen. Want dat is tevens de herhaling. Dat zou je dus 89 keer moeten herhalen. Dan die heb ik gedaan. Dus na deze nog 88 keer. 87, 86, enzovoort, enzovoort. En dan zien we aan het einde terug. Gaan we samen de laatste cluster haken. Goed, ik ben aan het einde aangekomen. We gaan samen de toer afsluiten. Ik haak met 2 lossen en de laatste cluster in de laatste V-steek. Alleen het derde stokje van je cluster, het onafgehaakte stokje, haak je in die derde losse. Waarom? Je krijgt daardoor een nettere rand aan de zijkant dan als je hem hier gelijk in de losse ruimte haakt. Dus haak het laatste stokje van je cluster van 3 op de derde losse van de 3 lossen. Omslaan en hij is klaar. Nu heb je in totaal 91 clusters gehaakt door de hele toer heen. Dan gaan we door naar toer 15. Zeg dat goed? 12? Ja, 15. Haak 1 los per draaien. 1 vaste, dus een V van vaste in dezelfde steek. Dus boven je cluster haak je de vaste. Voilà.
dan 5 lossen. 1, 2, 3, 4, 5. 1 vast in de 2 losse ruimte voorgaande toer. Dat is hier. Dus trek na de eerste kluszaakje en vast in de 2 losse ruimte. Dan heb je dit. Ja? Dan gaan we door. Beginnen we gelijk met de herhaling. Dus 5 lossen. Dus dit, vanaf nu is de herhaling. Dus 1, 2, 3, 4, 5 lossen. En haak een vaste in de volgende 2 losse ruimte voorgaande toer. Dat is hier. Daar kun je ze vast in. Nou, dat ga je herhalen. Voor een gedurende van 88 keer. Dus nu 88 keer 5 lossen. 1, 2, 3, 4, 5. En een vaste in de volgende 2 losse ruimte. Dan ga je dus 88 keer herhalen. Nu dus nog 87 keer. En dan gaan we samen de toer afsluiten. We moeten nog één boogje haken. Althans, de afsluiting. Ik heb de herhaling gedaan. Ik heb in totaal 88 keer herhaald. En nu gaan we afsluiten. En dan doe je inmiddels een 3 lossen te haken. 1, 2, 3. En een stokje te haken bovenop de laatste cluster. Gewoon hier bovenop. Dus je zoekt de V op van de cluster. En daar haak je het stokje bovenop. Dit was toer 15. En tevens het laatste deel toer van deel 2. Volgende deel volgt de volgende keer.